de bouwwereld deze week in verzet kwam. Het ging niet alleen over stikstof, maar ook over PFAS. En bij Peter aan de Bar staat daar iemand die daar alles over weet. Ja, dat klopt. Martin van den Berg, toxicoloog aan de Universiteit Utrecht. Jij kunt vast vertellen wat dat nou helemaal is, dat PFAS. Ja, een hele grote groep van stoffen. En ja, waar hebben ze nou eigenlijk voor nodig? Om teflon te maken. En ja, teflon gebruik je in heel veel producten. En dat weten we waarschijnlijk allemaal wel. Maar dat teflon zelf is niet giftig, maar de stoffen die je daarvoor gebruikt, wel. Mm-hmm. En als die stoffen eenmaal teflon zijn, zijn ze niet meer gevaarlijk. Maar bij allerlei, zeg maar, uitloogprocessen in het bedrijfsleven, bij de industrie, dan komen ze vrij in het milieu. Dus het is teflon, dus eigenlijk voor die pannen? Pannen, kleding en dergelijke. Ja. Okay. En op het moment dat het vrijkomt, dan pas heb je een probleem. Ja. En hoe gevaarlijk is het nou? Nou, als je het een beetje in rangorde doet, hè, dan zeg je nou, eerst is het voor kinderen gevaarlijk. Want het blijkt dat deze stoffen, naarmate je meer in je bloed hebt, zelfs al bij concentraties die je in Nederland terugziet in het bloed van kinderen, volwassenen, dat als je een vaccinatie geeft, dat die vaccinatie minder effectief is. En dat betekent dus dat die weerstandopbouw die die kinderen eigenlijk zouden moeten hebben tegen kinderziekte, dat die minder goed werkt. Nou, dat is zorgelijk. Dat wil je dus niet. We weten zeker dat dat door PFAS komt. Dat weten we zeker, want het is inmiddels met studies uitgezocht. En dan blijkt die relatie met die PFAS heel goed te zijn. Dus daar zijn we het meest bezorgd over. En dan, ja, als het om volwassenen gaat, zoals jij en ik, hè, misschien cholesterolgehalte. Ik vind het niet heel erg sterk, maar ik maak me er minder zorgen om als voor de kinderen. Maar is het nou echt giftig? Jij bent toxicoloog, dan denk ik aan gif. Ja. Is het giftig? Ja, kijk, alles is giftig als je er maar genoeg van binnen krijgt. Ja. Hè, een pak zout ook. Maar in dit geval is het echt zo dat de concentraties die opbouwen vanuit het milieu en dan door de voedselketen heen en in het drinkwater, dat die uiteindelijk leiden tot concentraties in je lichaam, waar je als toxicoloog in ieder geval zorg over maakt. Ja, je zegt drinkwater, hè? Want het is in water oplosbaar. Daar ging het om, geloof ik. Het wordt door water doorgegeven. Mm-hmm. Ja, dat is zo. Dan komt het in de grond. Ja. En die grond wordt gebaggerd en wordt overal weer neergelegd. Ja. Betekent dat nou dat wij er meer last van hebben hier, bijvoorbeeld in het rivierengebied, dan in de rest van Nederland of zelfs in het buitenland? Nou, je zou je kunnen voorstellen dat je in Gelderland op een gegeven ogenblik slip krijgt wat verontreinigd is in andere gebieden van Nederland. Dat dat lokaal natuurlijk leidt tot een verhoging. Drinkwater, maar dan ook in de voedselketen. Allerlei producten die je daarvan eet. En je drinkwater, als het grondwater is. En dat willen we juist niet. We willen dat stukken die verontreinigd zijn zoveel mogelijk op hun plaats blijven. Want anders ga je in het hele land steeds hogere concentraties creëren. En dat is nadelig voor de hele bevolking. Ja, dus we moeten het vooral niet uit gaan smeren, zeg maar. Dat is niet verstandig, maar daarbij moet ik erbij zeggen dat de huidige norm eigenlijk geen norm is. En die kan je ter discussie stellen. En dat wordt ook terecht gedaan. En dat moet nu opnieuw uitgerekend worden. En dat lijkt me meer dan waardevol. Ja, over norm gesproken. Mm-hmm. De politiek doet er ook wat aan. Hè? Mm-hmm. Die zegt, er is een probleem. Wat gaan we doen? We verhogen de norm. Is dat dan slim? Ja, eigenlijk verhogen ze de norm niet. Wat ze gedaan hebben, en dat is eigenlijk een rare kwinkslag. Ze hebben gezegd, als ik kan meten, is slecht. En ze hebben niet uitgerekend hoeveel mag er nou echt in zitten wat slecht is. En dat weten ze ook nog niet. Dat hadden ze eerst uit moeten rekenen. En dan hadden ze met een getal moeten komen. En dat hadden ze los moeten koppelen van, als ik iets zie, dan is slecht. Want het is eigenlijk geen toxicologie die je dan bedrijft. Je wil de dosis weten die erin zit. Dus nu hebben we een norm die geen norm is. En toxicologisch helemaal niks voorstelt. Dus dat er een verhoging aan zou kunnen komen, dat is misschien toxicologisch zelfs wel verantwoord. Ja, oké. Okay. Mm-hmm. Maar het is wel een beetje zoals politiek alles oplost. Hè? We hebben dat bij de stikstof gezien. Als de boeren protesteren, gaat de stikstofnorm wat omhoog. We zien dat nu weer. Moeten wij eigenlijk de politiek wel over dit soort dingen laten gaan? Nou ja, kijk, het kan zo zijn dat de concentraties in Nederland zo hoog zijn dat we altijd op een niveau zullen blijven zitten in je lichaam dat je enig effect hebt. Dan is het niet aan een toxicoloog om te zeggen van, nou, we gaan er maar mee door. Dan moet de politiek beslissen, willen we dat? Dat heet met een mooi woord risicomanagement. Dat is de verantwoordelijkheid van de politiek. Maar dan moeten ze wel eerlijk zijn. Dan moeten ze zeggen, ja, we hebben een leefstijl, daar hoort teflon bij. Mm-hmm. En dat soort producten willen wij graag. Dus kunnen wij je niet verder beschermen. Ja. En zal er altijd een heel klein beetje risico zijn. En we weten dat eigenlijk al heel lang, hè, dat die teflon of die PFAS-problematiek eraan komt. Kun je nou voorspellen wat de volgende stof wordt waar we last van krijgen? Ja. Nou, kijk, het is een hele grote familie. En je moet je realiseren dat we honderden stoffen, en dat we van een paar stoffen maar weten wat het eigenlijk betekent. En de rest van de stoffen meten we wel, maar we kunnen toxicologisch niet zeggen wat het betekent. Met andere woorden, hoe giftig ze zijn, you tell me. We gaan het zien. Ja? Dankjewel. Alsjeblieft.